Is het eigenlijk, praat je eigenlijk in vrouwelijke vorm over een storm? Nou, Eunice is in principe een vrouwelijke naam. Okay. Dus het zou kunnen. En voor de rest ben ik taalkundig niet zo goed onderlegd. Okay. Dat hij of zij, dat weet ik eigenlijk niet eens. Weet jullie dat? Nee, volgens mij draait ze elke keer de man en vrouw om. Ja, dus is het een hij of is het zij? Een storm vrouwelijk of mannelijk is? Wie weet het hier? Nee. Maar dan doen we het gewoon met de naam, toch? Ja, oké. Okay, nou, vertel over wat voor storm het was. Nou, zij was een pittige dame. Mm. Eentje met haar op de tanden, zou je dan kunnen zeggen. Je spreekt al in de verleden tijd. Is het, we zijn over het hoogst meteen behalve in het noorden. Ja, klopt. Ja, en het zuiden is het al afgeschaald. Ik weet niet wat nu het meest actuele is, maar Midden-Nederland is al code geel. En volgens mij is alleen nog noorden tot 12 uur code rood. Het is een laagdrukgebied wat ontwikkeld is ten zuidwesten van Ierland. En precies daarboven lag de straalstroom. En de straalstroom is een rivier van lucht die met enorme windsnelheden op 10 kilometer hoogte verplaatst. Maar dat is ook het sturende systeem. Op dit kaartje kun je het een beetje zien. Bij dat groene cirkeltje ligt Nederland. En alles wat paars is, daar zie je op 10 kilometer hoogte de windsnelheden. Nou, in dit geval aangegeven 284 kilometer per uur. Mm-hmm. En als je net aan de goede kant of de slechte kant van die straalstroom zit, dan kan zo'n lage drukgebied zich heel snel ontwikkelen. Die straalstroom wordt dan een soort stofzuiger die de lucht naar boven zuigt. Dus aan de onderkant wordt de luchtdruk steeds lager. Mm. En dan kan het zich uitontwikkelen tot een stormdepressie. Nou gaat die kern over de Noordzee, dus het lage drukgebied, de oog van de storm, hebben wij niet gehad. Mm. Maar aan de zuidzijde van de storm, waar zat het oog? Het oog is trouwens altijd heel rustig, maar het is net aan de rand. Exact. En dat ging over de Noordzee. Dus als je echt het lage drukgebied over je heen krijgt, dan hoef je vaak niet zo bang te zijn voor storm. Mm. Maar als hij op enige afstand passeert en hij ontwikkelt zich heel snel, hij diept zich uit, hij verplaatst zich snel, dan heb je alle ingrediënten tot iets heel heftigs. Ja.